Ik wil iets voorlezen, merk ik. Als ik het bij me heb. Ja, ja. Sommige mensen hebben het al gehoord. Maar ik wil het nog een keertje voorlezen om diep te kunnen voelen de kracht achter het mensdom van de aarde en van wie we zijn. Maar ook de pogingen die worden ondernomen om een andere energie te blijven aanhangen in plaats van je eigen kracht. Hier staat het volgende. Dat is een boodschap voor alle mensen op deze planeet. De mens op aarde zal zich op alle mogelijke manieren verzetten tegen de bevrijding van het eigen innerlijke bewustzijnswezen. Niet omdat zij niet vrij wil zijn, maar omdat de weg naar deze innerlijke waarachtige vrijheid er één zal zijn van een radicale en complete herziening. De aanwezigheid in de mens is vaak op persoonlijkheid gebaseerd en niet op vrijheid van oorspronkelijk voelen en denken. Deze spiritualiteit van de mens hier op aarde is afhankelijk geworden van gekaderde bewustwording en is tevens het grootste instrument tegen het repatriëren van de oorspronkelijke vermogens van de mens. Waarachtige spiritualiteit in de mens kent geen voorkeur. Zonder onszelf heel erg fantastisch te vinden, zonder dat wij onszelf op de borst hoeven te kloppen, dat wij zo'n fantastisch ras zijn, kunnen we rustig zeggen dat we over bijzondere vermogens beschikken. En van oorsprong hebben we deze vermogens altijd ingezet voor al het leven. En kennen wij geen afwijzing. Kennen wij geen voorkeur in een situatie, maar zijn wij daar aanwezig in elke situatie dat we tegenkomen. En dat we dat doen vanuit wie we van oorsprong ook zijn. Er wordt echt alles uit de kast gehaald, in welke vorm dan ook, om het scheppingspotentieel in jou inactief te laten. Om je te laten denken dat je het hebt. En het daar dus ook bij te laten. Er is meer nodig dan alleen spreken over schepping en zeggen dat je je eigen werkelijkheid creëert. Er is meer nodig dan het alleen te zeggen. Het is nodig om het ook te doen. En die start, daar zitten we nu. Deze cyclus, deze aankomende zomerperiode die zich nu op dit moment al aan het inleiden is op de aarde. En dan praat ik niet specifiek over de zomer, want op andere plekken op de aarde is het helemaal geen zomer. Maar deze periode van energie is echt de inleidende golf waarin de mensen zich bewust worden dat ze werkelijk helemaal naar zichzelf terug mogen gaan. Naar de eigen vermogens. En we zullen ook in deze werkelijkheid gaan ontdekken dat er nog veel meer uit de kast gehaald wordt. Wederom om weer te geloven in iets buiten onszelf. En laten wij bewust zijn in onszelf dat wat we ook zien buiten onszelf, dat we daarbij weer teruggaan naar onszelf om te kijken in onszelf welke emotie er tevoorschijn komt. Dat is heel belangrijk. Oké. Okay. Nou, dat wilde ik graag met jullie delen. We zullen ook zien de aankomende tijden dat sekten en culten, geloofssystemen, werkelijkheidsleersystemen, hoe je het ook wilt noemen, zullen ophouden te bestaan. Dat is het begin van het uiteenvallen van de wereldreligies. Die zullen ook uit elkaar vallen. En dat is niet omdat dat beter is, maar dat is omdat de mensen in die structuren voelen, er klopt nog steeds iets niet. Hoe goed het ook is geweest wat ik heb gedaan en wat ik ook heb geleerd, het heeft mij veel rijkdom gebracht en veel inzicht. Maar het is niet voldoende. Het is nog steeds buiten mezelf. En om een van die redenen stop ik ook na deze zomerperiode volledig met wat ik doe. Om helemaal naar dat neutrale veld te gaan, zodat iedereen op eigen manier verder kan gaan met datgene wat je in jezelf al draagt. Dus mijn website gaat offline.
Mijn Facebook verdwijnt. Alles wat ik nu heb gedaan is klaar. Omdat ik voel dat we in het format van de leegte mogen komen. En het aanhaken op Martijn is dus ook voorbij. Het gaat echt om je eigen hart. En ik zal zeker niet vertrekken. Maar ik zal zeker ook niet weten wat er komt. Ik weet het wel, maar ik weet het niet. Dus ik wil jullie allemaal uitnodigen om ook in datzelfde veld te kunnen staan. Te voelen dat alles wat er nu gaat komen op de aarde, uitsluitend tevoorschijn komt op basis van wat jij in jezelf toestaat. Het is niet afhankelijk van mij. Het is niet afhankelijk van niemand, alleen van jezelf. Dat is belangrijk. Dan zitten we in het oorspronkelijk vermogen. Gaan we nu lekker starten met de bekrachtiging. Eerst doen we een oefening om eens met ons bewustzijn door ons lichaam te lopen. Dit doe ik ook wel eens in die educatieve dagen. Maar vandaag doen we het ook hier met elkaar. Het is belangrijk dat jij beseft in dit moment, hier, terwijl we hier zitten in de natuur, dat jij beseft dat je hier op een aarde bent, een prachtige planeet, waar onvoorstelbaar hoeveelheden scenario's zich op dit moment voltrekken van wat menselijk leven is. En wij zitten hier met 130 mensen in deze groep. En terwijl wij hier zitten, zitten er ook 130 mensen ergens in India. En spreken over hetzelfde onderwerp midden in de nacht, 's avonds laat. Besef dat er mensen zijn in Brazilië op dit moment. Die met elkaar in een grote groep bijeen zijn gekomen om te spreken over die kracht in zichzelf. Dat het klaar is met het format hoe we ooit hebben geleefd. En besef ook dat dit gebeurt over de hele aarde. Dat is een interdimensionale roep in het hartsbewustzijn om op te staan in jezelf. Om te gaan leven in de kracht wat jij voelt wat nodig is, zelfs als je niet weet hoe dat werkt. Zelfs als je niet weet wat de gevolgen zijn, maar je voelt ik moet het doen. Ik moet dit doen voor mezelf. Daar gaat het om. Die diepe kracht die je heel lang misschien niet hebt kunnen voelen of hebt mogen voelen. Dat die kracht naar voren komt tot in het diepste zelf van je lichaam. In elke spelonk van je wezen. En dat je voelt, het maakt me niet uit. Maar hier in mijn hart voel ik die kracht en hier gaat het om. Ik doe het. Ik ga ervoor. Wat dat dan ook is. En over de hele aarde zijn mensen bijeen aan het komen. Om deze kracht terug te laten komen in het menselijk bewustzijn. Dat is een humanoïde resonantieveld van schepping, kracht en creatie. Alles is holografisch bewustzijn. Dan wil ik dit voorbeeld en de werkelijke situatie nog graag aan toevoegen. Om het nog dieper door te laten dringen hoe alles, maar ook werkelijk alles met elkaar verbonden is. En hoe het voorstellingsvermogen van de mens dat alles niet verbonden is, dat je alleen bent, dat je in eenzaamheid verkeert, dat dat precies de schakel is waardoor jij in die eenzaamheid kan blijven zitten. Het voorbeeld van het DNA, holografisch bewustzijn. Denk hier eens over na en neem deze mee naar huis. En leg deze desnoods met je voorstellingsvermogen door het hele universum heen. En dat dit universum een onderdeel is van een nog veel groter kwantumholografisch bewustzijn. Jouw lichaam. DNA. In elke DNA-streng ligt je hele lichaam opgeslagen. Als ik hier een stukje uit mijn schouder haal, een stukje vlees, en ik laat het onderzoeken, dan liggen er in deze plek, in die DNA, ligt alles opgeslagen ook over mijn teen. Dus mijn hele lichaam is een hologram. En dat bestaat uit allemaal kleine informatiepakketjes. Dat zijn miljarden, miljarden informatiepakketjes. En als hier dus iets verandert, in deze DNA, hier, dan verandert dat in elke DNA van al die andere strengen, in al die andere hologrammetjes. Dus wat hier gebeurt, wordt daar gevoeld. Wat er in mijn DNA gebeurt in mijn knie, is bekend in mijn achter, bij mijn nek. Die DNA, als je die onderzoekt, zie je daar ook de verandering. Dus wij zijn allemaal intelligente hologrammetjes, informatie, cellen, laat ik het maar even anders noemen, cellen. En daar waar de verandering plaatsvindt, wordt dat dus ook in het hele lichaam gevoeld.
En het lichaam is dus een resultaat van al die cellen. Het gaat over groepsbewustzijn. Het gaat erom dat er buiten de mens, zoals wij de mensheid nu kennen, ook nog een veel grotere werkelijkheid is waarmee wij ook verbonden zijn. En als er hier iets verandert in deze groep, als er iets verandert vandaag in jou of bekrachtigt, maar we kijken met elkaar gezamenlijk naar een thema, dan is dat in deze DNA-streng die wij hier representeren als groep, is dat ook zichtbaar in die groep in India en in Brazilië. Dat is kwantum holografisch bewustzijn. Heel eenvoudig gezegd, waar je natuurlijk nog middagen en dagen verder over kunt spreken. Maar alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vraag jezelf af hoe het komt dat je soms in een diepe ontmoediging komt. Is dat jouw ontmoediging of neem jij kwantum holografisch een bepaald veld over, wat zich ergens afspeelt? Jouw bewustzijn daar doorheen laten gaan, kan al voldoende zijn om te voelen, oh, ik voel iets wat er gebeurt in het lichaam van de aarde. En ik ben daar getuige van. En bijna was ik erin getrapt, tussen aanhalingstekens, om te denken dat dat iets met mij te maken heeft. Maar ik draag het wel. Dat is zo belangrijk. Ook te kijken naar angst en pijn, onderdrukking. Ook te kijken naar vreugde en blijdschap en liefde. Ja? Dankjewel. Er wordt gezegd, er wordt in de natuur, gebeurt zoveel in de natuur, dat wordt dus ook tegelijkertijd doorgegeven. Dat klopt. Dat klopt. Maar op het moment dat wij gaan beseffen dat wij de hoeders van oorsprong zijn uit een wereld, dat de natuur ook reageert op onze aanwezigheid, dat de natuur letterlijk ten dienste staat aan de wezens die hier zijn, vanuit dat oorspronkelijke licht van binnenuit, gaan we ook begrijpen dat wij, als wij veranderen, de natuur dat ook weet van heeft, dat de natuur het laat zien, ons op de hoogte zal brengen van, wij zijn blij dat jullie er zijn, welkom, dat jullie jezelf weer herkennen. En in dat moment is het bekend in het hele veld van de natuur, overal. Daarvoor hoef je niet een boompje hier uit de grond te halen en in het Amazonegebied neer te zetten en zeggen van ga jij het maar doorgeven aan alle boom. Dat is kwantum holografisch. Dus denk eraan dat jouw lichaam allerlei informatiecellen in zich draagt en dat in elke cel de informatie ligt opgeslagen van elke plek in je lijf. Dat is holografisch bewustzijn. En zo is dit universum een onderdeel van een nog veel groter kwantum holografisch scheppingsveld. En alles wat er hier gebeurt in dit universum en in alles wat de scheppers die daarin aanwezig zijn van binnenuit naar buiten durven uitspreken, zal in het hele universum gevoeld en gehoord worden. En als je dat doet vanuit kracht en liefde, zonder enige vorm van angst, dan ben je de grootste dienstbare rondvertegenwoordiger, zowel naar jezelf als naar al het leven. Gaan we lekker in ontspanning. Het is een oefening die je gewoon kunt volgen, maar blijf wel met aandacht in je eigen lijf aanwezig. Dus doe lekker je ogen dicht. We maken op een speelse manier een reis door ons lijf. En we beseffen dat alles uit de kast gehaald wordt om de vermogens van de oorspronkelijke mens te repatriëren. En dat we geen voorkeur hebben voor ons hart en ons hoofd. Waarachtige spiritualiteit kent geen voorkeur. We hebben liefde voor ons lichaam, zelfs als dat lichaam niet goed functioneert. Door aanwezig te zijn in je hoofd, neem je ook letterlijk de betrokkenheid waar als wezen in dat lijf, wat er allemaal gedacht wordt. Wat er allemaal door je lichaam heen getransporteerd wordt. Dus je gaat met je aandacht naar binnen toe. Je stelt jezelf voor dat je hier al zittend op de stoel of op de grond of liggend. Dat je plaatsneemt op de plek waar jouw brein is. Stel je voor dat je aan de binnenkant van je hoofd nu aanwezig bent.
En je kunt daarbij een aantal keren kortstondig scheel kijken om de plek van waar je bent met je bewustzijn in je hoofd aan te wijzen. Doe dat maar eens. En besef dat daar waar menselijke observatie aanwezig is, en dat is op dit moment door jou in jouw hoofd, daar is het elektromagnetisch veld in beweging. En je neemt het besluit vanuit je eigen vermogen dat het rustig is in je hoofd. Dat er ruimte is en stilte is in je hoofd. En je haalt daar een keertje rustig bij adem tot onder in je buik. En bij de uitademing voel je ook dat er rust is en leegte is in je hoofd. En besef in dit moment dat je met aanwezigheid in je hoofd heel diep ook mag vieren dat je hier bent op de aarde en in dit lijf. Dat je de wind voelt op je huid en dat je de bomen hoort waaien. Dat de natuur jou draagt en jou bedankt voordat jij kijkt naar wie je werkelijk bent. En ondanks alles wat je hebt meegemaakt en meemaakt in dit moment, is uitsluitend het nu-moment de sleutel van schepping. Realiseer je dat alles wat je meemaakt, alles wat je denkt, op de plek van je brein, dat daar nu al aanwezigheid is. En dat je afscheid gaat nemen van deze plek. En je schuift met je voorstellingsvermogen vanuit je hoofd naar beneden door je keel richting je hart. Breng je aandacht op de plek waar je fysieke hart zit. En als je wilt, leg je daar een van je handen of je beide handen op de plek van je fysieke hart. En voel de plek waar de meeste kracht is te ervaren vanuit jezelf. En die plek voel je. En naar die plek ga je eens eventjes rustig luisteren. Wat is dit voor energie en kracht? Uit welk universum ben je gekomen? Uit welke wereld? En wat betekent deze plek van je hart voor jou? Luister met aandacht. En je blijft met de aandacht bij je hart, in je lichaam. En je stelt jezelf nu voor, in je hart, niet buiten je lijf, maar in je hart. Stel jij jezelf voor dat je naar jezelf kijkt. Kijk, daar kom je al aan. Daar ben je. Je ziet jezelf nu. Kijk maar. Dat ben jij. Jouw lichaam, je persoonlijkheid, je wezen in dat lijf. En voel eens hoe uniek het is dat je naar jezelf kunt kijken. En blijf met de aandacht bij je hart. En kijk eens heel diep in jezelf, naar jezelf. En als je wilt, als je voelt dat het voor jou oké is, terwijl je naar jezelf kijkt, laat je binnenkomen vanuit je hart wat er in je leven gebeurd is. Wellicht niet in scenario's, maar in gevoelens. Wat je hebt meegemaakt, waar je het moeilijk hebt gehad, wat een verdrietige tijd is geweest.
En ook waar je ontzettend goed bij voelt, wat je bekrachtigt. Kijk naar jezelf in je hart. En tegelijkertijd laat je die situaties tevoorschijn komen. En misschien zie je ze wel rondom jezelf aanwezig worden. Observeer. En kijk dan naar jouw diepste geheimen, wat zuiver voor jezelf is. Observeer dat in je hart, kijk naar jezelf en neem het waar. En terwijl je naar jezelf kijkt en je diepste geheimen hebt gezien binnenin jezelf, stel je jezelf voor dat je door licht omringd wordt vanuit jouw hartskracht. Als je kijkt naar jezelf, je ziet in jezelf het licht schijnen in je hart. En je beseft dat dit het licht is van de wereld waar je vandaan komt en van wie je bent. En het straalt van binnen in het hart naar buiten door het lichaam als een lichtkrans in en rondom het lijf. Je ziet jezelf met je grootste geheimen en je voelt dat er vrede is, dat het goed is dat datgene wat je in jezelf draagt gezien wordt en belicht wordt door jezelf. Observeer. En als je nu ontdekt dat jouw grootste geheim misschien ook wel het geheim in jezelf is dat je niet van deze wereld bent. Dat je dit niet naar buiten hebt uitgesproken. Dat je dit voor jezelf hebt bewaard, diep in een luikje in je hart. Dat je weet dat je kracht in je draagt. Dat je hier bent om de wereld te laten zien dat het anders kan door te laten zien wie jij bent. Dit grootste geheim, dat je daar ook nog eens heel goed naar kijkt. Laat het maar openkomen. Laat het er volledig zijn. Observeer. Het is de tijd om open te spreken, open te zijn naar jezelf toe. Daar waar je hand ligt, op de plek van je fysieke hart. En het hart is het enige orgaan in het lichaam dat rechtstreeks interacteert met het vrije veld van de schepping. Je stelt je voor dat vanuit je fysieke hart de lichtkrachten van de oorspronkelijkheid wie je bent worden verplaatst naar je voorstelling waar je jezelf ziet. En ontstaat een lichtgolf vanuit je hart. Rechtstreeks naar jouzelf in je voorstelling. En je ziet dat er een band is van licht en kracht tussen je hart van dit lijf en het hart van het lichaam wat je hebt voorgesteld. Je voelt de verbinding, de integratie tussen je intergalactische hogere bewustzijn van zelfontwikkeling en schepping. En het wezen wie je bent als mens hier op de aarde. Observeer.
En het kan zijn dat de mens die je bent, welke je hebt geobserveerd en voor hebt gesteld, samenvloeit. Vloeit door de lichtkrans, door de bundel van hart naar hart. Dat je voelt dat je voorstelling van jezelf samenvloeit met je intergalactische bewustzijn hier in dit lijf. Laat het anders maar lekker gebeuren. Blijf aanwezig in je lichaam. Jij bent degene die scriptschrijver is van deze werkelijkheid. Ervaar wat er zich voltrekt in jezelf. En terwijl je met aandacht in je lichaam aanwezig bent, weet je dat jij de enige bent die zeggenschap heeft vanuit kracht en liefde over datgene wat je vanuit jezelf in jezelf hebt gecreëerd. Je eigen manifestatie. Je bent je bewust van je lichaam. Je voelt je voeten, je hele lijf, in je hoofd, je armen. Je zit hier vanuit eigen vermogen. Dan doe je je ogen weer open. Dit is een hele bijzondere manier van kijken naar jezelf. Het is ook belangrijk om dat weer te durven doen, om jezelf te zien. Er zijn verschillende manieren hoe je iets kunt voorstellen. En ik heb dat in een andere samenkomst, waar misschien al iemand is geweest, alles naar voren laten komen. Mensen vragen zich vaak af, wanneer manipuleer ik nu eigenlijk? Wanneer manipuleer ik? Of wanneer ben ik manipuleerbaar? Wanneer zijn er krachten die kunnen ingrijpen in mij? Of wanneer grijp ik in iets van een ander? Wat is nou eigenlijk creëren? Waar ligt die grens? Waar is er een grens? En zo ja, hoe herken ik die? Laten we die oefening eens doen met een bloem. Doe lekker je ogen dicht. Gaan we een verschil maken met een eenvoudige, korte oefening waarin je kunt voelen wat de matrix is van deze werkelijkheid en het holografisch scheppingsmatrix van waar je vandaan komt. Je hebt je ogen dicht, je beseft dat je aanwezig bent in je lichaam en jullie weten waar ik, Martijn, zit. Je houdt je ogen dicht en toch weet je met je voorstellingsvermogen mij aan te wijzen buiten jezelf. En dat ga je doen door iets te overhandigen aan Martijn, aan mij. Op je rechterbeen ligt een hele mooie witte roos. En terwijl je je ogen dicht hebt, ga je met je voorstellingsvermogen die roos oppakken. Je pakt hem nu op, je hebt hem nu in je handen. En je weet waar Martijn zit. Kijk, daar zit hij buiten jezelf. Daar zit hij, ja, daar. En nu ga je die roos aan Martijn geven. Je brengt die roos naar buiten toe, richting daar waar Martijn zit. Je hebt de roos nu naar mij toe gebracht. Jullie houden allemaal jullie roos in mijn buurt, voor mij. En dan zeg ik jullie, dank jullie wel. Neem de roos maar weer lekker terug. Ja, haal hem maar weer naar je toe. En leg deze roos maar weer terug op je rechterbeen of op je linkerbeen of waar je dat ook maar wilt. Je houdt je ogen dicht. En nu doe je iets anders. En dat is wat je zojuist ook hebt gedaan door naar jezelf te kijken, te schouwen. Terwijl je aanwezig bent in je lichaam en weet waar Martijn zit buiten jezelf, laat je Martijn lekker helemaal voor wat hij is. Het is helemaal niet belangrijk dat Martijn er is. Jij kunt namelijk Martijn scheppen door middel van je voorstellingsvermogen in jezelf. En dan is het niet Martijn die buiten jezelf is, maar dan creëer jij vanuit je eigen vermogen van voorstelling Martijn in jezelf.
En dat is de schepping in jouzelf. Dus je gaat met aandacht naar binnen in je hoofd. Je schakelt gelijk door naar je hart. Het vrije hart waar het prikkeldraad van weg is. Je kijkt naar je hart en met aandacht bij je hart zie je Martijn tevoorschijn komen en wel in jouw hart. En jij doet dat. Jij stelt je voor dat je Martijn ziet en dat zie je nu. En dit is een heel andere energie. Want deze energie die je nu waarneemt, dat is jouw energie. Het speelt zich namelijk af in je hart en het speelt zich af in jouw eigen vermogen. En dan pak je die witte roos pak je op en dan geef je die roos aan Martijn in jouw eigen hart en ga voelen wat er nu voor gevoelens naar voren komen. Ga je gang. En je ziet ook dat Martijn de roos aanneemt. En dan doe je gewoon je ogen weer open. Leuk hè, om die ogen zo ineens open te doen. Dat je dat niet helemaal afbouwt, maar gewoon tjoep, zo weer open. Dit zijn twee hele eenvoudige situaties met hele diepgaande gevolgen. Want wat een mens ervaart in haar bewustzijn is het gevolg van wat wij hier noemen op aarde virtuele werkelijkheid. Virtual reality. Er zijn twee verschillende grote scheppingsvelden. Het ene wordt geschept door de wezens zelf. Geschapen. Maar letterlijk geschept uit jezelf. En het andere veld wordt ingevoegd door een andere kracht. Deze werkelijkheid waar wij leven, is een werkelijkheid die op dit moment bestuurd wordt niet door de mensen zelf. Niet geschapen wordt door de mensen zelf. We zijn er gevolgzaam in. We luisteren ernaar. Als je met die roos naar buiten gaat, dan ga je met je gedachtenkracht en zelfs op basis van je liefdeskracht, ga je werken in het hologram wat gecontroleerd wordt. Dan ga je werken met jouw voorstellingsvermogen door dat script heen. En ben je letterlijk in dat script aanwezig, dan werk je in dit hologram, in dit universum. Aangezien dit universum niet alleen door de mensen aanschouwd wordt, maar ook door andere krachten, worden ook jouw intenties, hoe goed deze ook zijn, worden meegenomen in de beoordeling door andere krachten en kunnen daardoor een andere betekenis krijgen. Door dat niet meer te doen en naar binnen te gaan, joef, naar je hartskracht, ga jij niet meer buiten in dat veld werkzaam zijn, maar werk je in het veld van je hart. Dat is ook de prikkeldraad wat je bij bepaalde historische mensen terugziet om het hart. Dat we niet naar ons hart mogen gaan, want als we dat gaan doen, gaat het pijn doen. En dan krijgen we met heel veel verschillende programma's te maken. Toch is het de tijd dat we die route ingaan. Als je naar binnen gaat en je ziet in dit geval Martijn, dan zie je niet mij, maar dan zie je Martijn die jij zelf hebt gecreëerd. En die zie je in je eigen veld. En als je daar een roos aan geeft, dan geef je die roos aan de hartskrachtenergie in jezelf. En het wezen wat jij daar ziet, wie dat is, kan dat ontvangen als dat wezen zich bewust is van de eigen kracht van het hart. Zich afstemt op die eigen kracht in het hart en ontvangt dan via de hartskracht uit het veld wat niet dit universum is, maar echt uit het oorspronkelijke goddelijke veld, zoals ik het nu maar even dan aanduid, kan die persoon die intentie en die kracht ontvangen vanuit het eigen hart, via dat andere veld, wat daarin is gezet door jou, via jouw hart. Dus dat is de vrije zone. Dat is een omroute lijkt het wel, maar in feite is dat niet zo, want dat vrije scheppingsveld loopt helemaal niet buiten dit universum om. Het loopt hier gewoon dwars doorheen. Dus we gaan van bandbreedte schuiven. Dus alles wat jij beoefent in jezelf, alles wat je naar als je naar trauma's kijkt, dan kijk je ook naar jezelf in jezelf. Dus die oefening hiervoor.
Je beseft ook dat je kijkt naar jezelf als een galactisch wezen. En dat je jezelf ziet als een aards mens. En dat je ook daarin een verschil mag ervaren. Van goh, wat voelt dat ook bijzonder. Dat ik nu naar mezelf kijk. En wat maak ik het mezelf ook moeilijk. Door zoveel oordelen te hebben over mezelf. Dat ik het moet weten, moet het snappen, moet het allemaal kunnen. En kijk nu naar mezelf. Ik vind het volkomen normaal dat het gewoon gaat zoals het gaat. Ineens is die spanning ook weg. Je voelt gewoon dat het goed is zoals je bent. En vanuit die andere rol kijk je dus naar jezelf, in je hart, naar jezelf. En dan ga je kijken naar je trauma's. Dan ga je kijken naar je reflexen. Je gaat kijken naar, hé, waar zit die persoon, Martijn, ik dan even als mezelf. Waar zit die Martijn in? Waar heeft hij het eigenlijk moeilijk mee? Dan ga je naar een andere perceptie naar jezelf kijken. Dat is waanzinnig. En de gevolgen die daaruit voortkomen zijn heling. Daar hebben we geen helers voor nodig, wij zijn de helers zelf. We hebben elkaar wel nodig om het op te starten. Dat is ook fijn, dat we elkaar daarin kunnen ondersteunen. Want het werkt ook bij iedereen net iets anders. Omdat ons voorstellingsvermogen bij iedereen anders is. Als je die roos naar binnen toe brengt, dan breng je die roos in je eigen voorstellingsvermogen naar je hart. Is die roos direct, boem, in het kwantum holografisch scheppingsveld aanwezig. Instant, direct, acuut, het is er al. Sterker nog, het is er zelfs eerder als dat jij het kunt bedenken. Want het is er namelijk altijd al geweest. Want alles wat wij denken en alles wat wij voelen, is niet omdat wij het ervaren, maar het is omdat we het zijn. Dus wat we doen, is datgene wat er al is, alleen maar aanraken. Dus het idee alleen al dat wij het bedenken, en dat we het weer kunnen zien door er zelf naartoe te reizen, is eigenlijk ook een achterstevoren verhaal. We kunnen er naartoe reizen doordat het er al is. En dat is interessant, want dan betekent dus dat alles er al is en dat we dus direct aan de slag kunnen. Nou, dat gaan we nu doen. Is dit zo te volgen? Ik noem het de universele bibliotheek, de multidimensionale universele bibliotheek voor al het leven. En dat is niet alleen aan de mens, maar dat is aan al het leven van het universum. En al die gigantische, prachtige, mooie beschavingen die de mensheid bezoeken, die de mensheid monitort, observeert, liefheeft, die zich niet bemoeit en geen interventie pleegt, die weet dat wij eerst in mogen gaan beseffen dat alles wat nodig is, wat we voelen, dat het er al is. Maar dat er iets met ons is, hoe wij naar onszelf kijken, dat dat een herziening nodig heeft. Kennen jullie die hypnotiseur die wel eens op televisie is, Victor? Hij heet Victor. Ja. Die man die doet hele leuke, interessante experimenten. En laat ook eigenlijk zien dat door een hele simpele opdracht of door een suggestieve opmerking mensen ineens niet meer kunnen lopen. Staan ze ineens vast aan de grond, ze kunnen niet meer lopen. En dat kennen we natuurlijk al sinds decennia. Maar het wordt steeds duidelijker en duidelijker dat wij dus ook onze eigen programmeur zijn. Maar dat we ook ons eigen deprogrammeur zijn. Zolang de mensheid gelooft dat ze niet kan vliegen, zal ze ook niet vliegen. Dit gaat wel heel ver, maar dit is de kwantum holografische bewustzijnswetenschap in ons. Als iemand onder hypnose is en die persoon kan iets doen wat hij normaal gesproken onder niet-hypnose niet kan, dan betekent dus dat het dus wel kan. Dus iemand die bijna blind is en een bril nodig heeft, die niet kan lezen, onder hypnose wordt teruggebracht naar het kunnen lezen, de bril niet opkrijgt, onder hypnose wakker wordt uit de hypnose, een boek voor zich krijgt met piepkleine lettertjes, dan kun je afvragen van, wat is dat nou een hypnose? Ja, wij noemen dat een hypnose. Of is dat gewoon gebruik maken van datgene wat er al is? En dat is er dus ook. Het is dus gewoon zo dat we allemaal gezond zijn. Maar de overtuiging dat we dat niet zijn, dat maakt dat we het niet zijn. De overtuiging dat er geen wereldvrede is omdat we voortdurend oorlog zien, daardoor is er geen wereldvrede. De overtuiging dat we een ander nodig hebben om in onze eigen kracht te kunnen staan, is er ook één. Idem dito.